Voor de 52e maal koos de confrérie van de Nationale Orde van de Gulle Lach een laureaat. De bijna 200 gasten voor het galadiner waren goed op tijd en werden verwelkomd door de spasbinken en de stadsprins en uiteraard de leden van de confrérie die de uitreiking organiseerden. Dit jaar viel de eer te beurt aan Ella Leijers, bekend van radio en televisie. Dames en heren, mag ik u vragen om recht te staan en onder uw applaus naar binnen te begeleiden de Stadscarnavalvereniging de Orde der Spasbinken. De confrérie heeft vandaag ook een nieuw lid officieel op te nemen in hun rangen. Pascal Kerkhoffs, een stapje naar voren alsjeblieft. Dat is Pascal. Pascal is projectontwikkelaar en een man met een enorme kennissenkring en met een groot hart voor carnaval. Waarde laureaten, beste Ella. Je hebt al zoveel verwezenlijkt, zoveel hoogtepunten meegemaakt. Maar vandaag is het echt jouw hoogdag. De grootste eer in West-Europa valt je te beurt. We zijn fier om je te kunnen opnemen in onze indrukwekkende erelijst van laureaten van de Gulle Lach. Ik wil je van harte feliciteren en danken om in heel Vlaanderen, en dus ook in Genk, voor zoveel plezier te zorgen. Ik nodig je nu uit om zelf het publiek toe te spreken. Welkom in de Orde van de Gulle Lach. In naam van het stadsbestuur, maar ook in naam van de Genkse bevolking en in naam van onze confrérie, feliciteer ik u van harte. Alaaf! Er staat op de oorkonde de 52e Nationale Orde van de Gulle Lach. We hebben op zaterdag 20 januari te Genk overhandigd aan Ella Leijers. Namens de confrérie en de beheerraad van de Nationale Orde van de Gulle Lach, getekend de geheimschrijver Chris Seppers, de burgemeester Wim Dries en de voorzitter Danny van Oostens. Maar prachtig! Is het, het is een man die een vrouw een pak slaag geeft. Nee, dank u allemaal. Ik vind het een grote eer. En als je mij nu verteld zou hebben, als klein meisje, dat ik ooit geëerd zou worden in de Orde van de Gulle Lach in Genk, op een galadiner, in aanwezigheid van de burgemeester en een aantal ministers, ik zou u geloofd hebben. Zeker. Nee, deze week zijn inderdaad Danny en Marcel naar Vilvoorde gekomen, naar de studio van de Ideale Wereld. De sneeuw hebben ze getrotseerd. Dat was op die witte donderdag die we net hebben gehad. En ze legden mij uit wat er mij te wachten stond. Dus dit. Zoiets heb ik mij dan ingebeeld ongeveer. We hebben er een middag overlopen, dat ik een oorkonde zou krijgen. En dat er nadien een klein woordje van mij verwacht werd. Dus ik vroeg van, ja, maar wat moet ik dan zeggen? En Marcel zei, ja, iets leuks om mee te beginnen is om uit te leggen hoe je geraakt bent waar je nu staat. Wel,
met een E314. Die heb ik genomen. Nee, maar echt waar, ik wist oprecht eigenlijk niet. Ik durfde niet vragen, bedoelen ze in Genk of bedoelen ze in mijn carrière? In Genk ben ik effectief al vaak geweest. Genk on stage, woe! En woe! En de Spitbroers, inderdaad, hebben wij veel gefilmd. Dat is ook al bijna 10 jaar geleden, hè. Spitbroers. Ik ben helemaal niet zo piepjong als ik eruit zie. Nee, ik kom heel graag in Limburg. In Limburg is elke koffie een verwenkoffie. Dat is toch waar? Je krijgt altijd bij een koffie minstens 2 koekjes en vaak een pateken. En ik vind dat zalig. Dat zou eigenlijk standaard moeten zijn. In heel België. Nee, ik zou, als ik even mag, een volgende laureate iemand willen aanbrengen. En dat is mijn moeder. Ja, jullie kennen mijn moeder niet, maar dat is eigenlijk misschien wel de grappigste persoon die ik ken. En dat is deels door haar slechte geheugen. Dus mijn moeder, die kan geen namen onthouden. Die kan geen titels onthouden, niks. En laatst vertelde die mij een verhaal over een vriendin van haar. En die werkt mee voor een liefdadigheidsorganisatie. En ze zei, allee, hoe heet dat nu weer? Ik zou 1000 keer zeggen, artsen zonder grief. Na de plichtplegingen kon men dan beginnen aan het lekker galadiner. Er werd lekker gegeten, lekker gedronken en heel wat gebabbeld. Dan kwam de harmonie de gasten uitnodigen voor de Prinsenpronkzitting in de grote zaal van de Limburghal, waar onder andere de nieuwe stadscarnavalsprins zou geïntroduceerd worden.